Preden nou alles voor de nieren? Belangrijk is dat het vaak heel snel gebeurt. Op het moment dat ik een nierarterische embolie heb, of een trombose, of een afsluiting, op wat voor reden dan ook, zie ik ineens dat de bloeddruk omhoog schiet. Renine wordt omhoog afgegeven, alles wordt door elkaar geschud. Hier zeggen ze als voorbeeld een severe drop in blood pressure, dat is bijvoorbeeld te weinig bloed wordt aangemaakt. Een flinke bloeding, bloeddruk wordt te laag, de nieren krijgen te weinig aangevoerd. Tweede is intrarenaal. Alle dingen die ik net heb bedoeld. En de derde is alles vanaf dit kleine punt, de calyx, dus die nierkelken, tot aan op het moment dat het uitgeplast wordt, het uiteinde van de plasbuis. Symptomen in algemene zin bij de acute versie. Op het moment dat de nieren stoppen met werken en dus afval niet meer uit kunnen scheiden en dus vocht vasthouden, zien we oedeem. Met name rondom de benen, rondom de enkels. Maar ook opvallend is dat het namelijk aan de andere kant van het lichaam gebeurt, aan de bovenkant. Rondom de oogleden, zogenaamde buffalo hump, kun je daar onder andere zien, wat niet typerend is voor nierfalen, maar wel vaak zie je dat. Dat is echt een flinke bult op de rug. Van vocht, puur vocht vasthouden. De cola-kleurige urine. De urine die wordt uitgescheiden is zeer, zeer geconcentreerd. Daarbij kan het zijn dat er wat andere stoffen mee komen, bijvoorbeeld rode bloedcellen. Nou, al deze stoffen en die rode bloedcellen geven een cola kleur. Dus vandaar dat iedereen altijd zegt van nou, je moet voldoende drinken. En voldoende drinken houdt in dat je de urine bijna waterig hebt, een beetje lichtgeel. Voor degene die straks thee drinken, lichter dan dat. Afname urineproductie en vermoeidheid. Nou, de productie wordt verminderd, dat is te begrijpen. Met name de vermoeidheid is iets aparts. Door die grote hoeveelheid afvalstoffen die we nog in ons bloed houden, krijgen we een heel vermoeid gevoel. In een latere fase zelfs jeuk. Het lijkt een beetje op het geelzuchtverhaal, als een lever niet meer functioneert, waarbij je te veel afbraakproducten in het lever vasthoudt in bloed. Krabben. Nou, degene die me eerder heeft meegemaakt, ik werk op dit moment in een dermatologiekliniek in Alkmaar. Jeuk. Heel veel. En de oorzaak ligt vaak hier. Nou. Ja. Pardon, wat is het lang? Ja, dat noemen we zogenaamde buffalo hump. Die komt met de vraag was vochtretentie, wat ik net uitlegde, dat er ook wel eens een bult op de rug kan vormen. Ja, dat noemen we de vochtretentie op aardspecifieke plaatsen. Waar is normaal vocht? Omdat ik hier nu sta, zakt het vocht uit de bloedbaan in mijn benen. Waar zit het niet? In het gezicht, maar ook bijvoorbeeld op de rug, centraal. Heel precies tussen de schouderbladen. Net zoals je wel bij zo'n buffalo ziet. Je ziet de kop en dan zie je een hele grote bult en dan de rest van het beest. En dat noemen ze dan buffalo hump. Het heeft met iets anders te maken, met de hormoonhuishouding van de bijnier. Maar een aanspecifieke vochtverdeling, met name op dat soort plaatsen, moet je denken, hé, kan het bij de nieren zijn? Het zit echt zo, net onder de nek? Ja, waar u net met uw hand zat. Tussen de schouderbladen, net onder de nek. Ook hier is een Google je beste vriend. Kun je een hele mooi plaatje vinden. Door die grote hoeveelheid afvalstoffen wordt ook tussen de hersenen of tussen de oren wordt er wat veranderd. De encefalopathie die we vaak zien, dus de aantasting van de hersenen, geeft in een acute fase eerst concentratiestoornissen. Een patiënt die gek wordt van het jeuken, niet stil kan zitten, die wat gele, donkere urine uitscheidt en niet lekker voelt, denk aan de nieren. Als reactie erop gaat toch nog de hartslag omhoog om maar te proberen van joh, ik moet meer bloed aan, maar of bloed naar de nieren sturen. Dus iedereen ruimt op en stuurt uiteindelijk naar de nieren toe. Of het aankomt, is het tweede. En de hydronefrose als gevolg. Is niet iets wat je in de kliniek ziet, wel op het moment dat je de echo erop zet. Hydro betekent vocht, nefrose betekent dat het vergroot is. Dus door een overmate van vocht kan de nier behoorlijk uitgezet zijn. Nogmaals, acute nierinsufficiëntie bevat de prerenaal, renaal en de postrenale versie. Hier heb ik een plaatje van de afsluiting, waarbij met name die hydronefrose zo mooi ziet. Afsluiting van de urinebuis. Vocht blijft opgehouden in de nieren. De nieren groeien. De hydronefrose.